Aan tafel zit Bart van Loo. We gaan het hebben over een van de grote vernieuwers uit de kunstgeschiedenis. De 15e eeuwse schilder Jan van Eyck. De schilder van wie er wereldwijd maar 23 schilderijen zijn overleverd. 13 daarvan zijn vanaf aanstaande zaterdag te zien in Gent. En dat is dan ook meteen de grootste Van Eyck tentoonstelling ooit. Waaronder te zien dus de buitenpanelen van zijn beroemdste werk Het Lam Gods. Waarom praten we hierover met Bart? Bart schreef dit boek, de bestseller De Bourgondiërs, waarin hij beschrijft hoe de Bourgondische hertogen met veldslagen en huwelijken de lage landen tot één geheel smeden. En tussen die hertogen bevond zich Philips van Bourgondië, die wij weer kennen als Philip de Goede. De aartsvader van de Nederlander, zou je kunnen zeggen. En Jan van Eyck was de hofschilder van Philips de Goede. Nu heb ik alles verteld. Hoe was het? Je bent geweest. Je mocht van tevoren kijken. Je stond oog in oog met een aantal hoofdpersonen uit je boek. Ja, dat was wel wat om zo een aantal helden letterlijk tegen het lijf te lopen, want het was op ooghoogte. Mm-hmm. En dat is een beetje de kracht van kunst van Van Eyck, van deze tentoonstelling, dat het eigenlijk een wonderlijk ticketje is voor een onvergetelijke tijdreis naar het ontstaan van onze contraille. Voilà. Zullen we even kijken, gisteren of eergisteren? Was je eergisteren. Er? Eergisteren. En wij mochten mee, dus dan zien we ook een beetje hoe het is ingericht in Gent. En nou ja, fijn, de pracht en de praal. Een beetje donker. Het moet echt nog beginnen eigenlijk. Maar dit is het, hè. Ja, dit vind ik fantastisch. Er moet eigenlijk maar iemand op een knopje duwen en die man die zou zo in beweging kunnen komen. Ene, kijk eens, kun je daar hier. Fantastisch. Dit is echt wel heel straf. En hier en nu kunnen we de plooienval raken. Oppervlakte, zo die precies. Zo graag. Het glas eraf halen en het zo echt nog tegen je neus houden. Zo dicht bij goudbrokaat ben ik nog nooit geweest. Kun je verdrinken. Als er iemand een prijs verdient voor het ernstigste doodgraversgezicht uit de geschiedenis, dan is het deze man, Boudewijn van Lanois. Zou die echt dagenlang zo geposeerd hebben? Hij hield van foute, schunnige moppen, Boudewijn. Ja, Bart, waarom is hij Jan van Eyck? Allemaal wel eens van gehoord. Ja. Niemand weet precies waar hij het zoeken moet. In Nederland niet. In België is dat volgens mij heel anders. Hè? Dat is iets anders. Bij ons is het echt een cliché. Een cliché waar we, als we dan over spreken, toch weinig echt weten wie hij juist was. In Nederland is hij zelfs nog een beetje een nobel onbekende, heb ik mij laten vertellen. Een beetje wel, ja. We hebben wel Jan van Eyckstraten, maar dan weten we niet precies wie het is. Wie was hij? Waarom is hij belangrijk voor de kunstgeschiedenis? Ja, misschien eerst toch even ook die historische context. Voilà. Dat vind ik heel belangrijk, toch. Dan komen we bij deze man, bij die Philips de Goede, toch nog even zeggen dat naar de middeleeuwen. De late middeleeuwen, collectief gesproken, bestonden wij niet. Ofwel behoorden wij Frankrijk, ofwel bij Duitsland. En toen kwamen de Bourgondiërs, deze man op kop. Mm-hmm. En die slaagden erin om tussen die twee grootmachten een nieuwe staatkundige eenheid te creëren. Wij, de Nederlanden. En zo kom ik meteen bij Jan van Eyck. Want Jan van Eyck is geboren in Mazeik. Komt daarna, duikt hij op in Den Haag. Philips pikt een weg, hij komt in Lille-Rijssel en uiteindelijk in Brugge terecht. Dat is het toch? We beginnen in de periferie van de Nederlanden. Mm-hmm. We gaan dan naar het hart van Holland, Den Haag. We komen in het Franstalige Vlaanderen en eindigen in het Dietstalige Vlaanderen. Je ziet die eenmaking van die lage landen in hem gepersonifieerd. Mm-hmm. En die Philips, die doet dat. Die is daarmee bezig met die eenmaking. Europa kijkt toe. Philips weet, ik ben maar een hertog. Dus die zet in op pracht en praal, zodat iedereen op de duur zegt, ja, maar die hertogen, dat zijn pas koningen. En dan kom ik weer bij Van Eyck. Want ja, voor die pracht en praal komt Van Eyck van pas. Van Eyck wordt ingehuurd, hij wordt hofschilder van Philips de Goede. Hij gaat waanzinnige decorstukken voor die feesten van Philips maken. Hij gaat ontelbare wapenschilden beschilderen, wereldkaarten voor hem tekenen, dynastieke portretten. Wat dat laatste betreft, stuurt Philips Jan in 1429 als een soort van hoffotograaf, tussen aanhalingstekens, naar Portugal om zijn aanstaande Isabel te tekenen, te schilderen. Omdat hij weet, als Jan er een boté van maakt, dan zal ik ook echt een schoonheid in mijn bed vinden. Wat ik eigenlijk wil zeggen, is dat de machtigste man van zijn tijd, Philips de Goede, en de krachtigste kunstenaar van zijn tijd, Jan van Eyck, dat die op zeer goede voet met elkaar staan. Meer zelfs dat Philips Jan af en toe vrij afgeeft, opdat hij ook voor de stedelijke elite werken kan maken. En een van die werken zal het Lam Gods zijn. Ja, wil je daar nu al over praten of mag ik nog een paar tussenvragen stellen? Ik drink even. Nou, drink en neem jij een slok. Tot zover onze vaderlandse geschiedenis, zou je kunnen zeggen. Ja, toch belangrijk vind ik altijd. Nee, zeker. Maar nu
de vernieuwende kunstenaar die het is.